Dag Hans, ja, het laatste kwartaal is alweer aangebroken en er zijn wel wat twijfels over de conjunctuur. Als we kijken naar eigen land, daar verwacht men tot eind dit jaar een nulgroei. Gelukkig nog geen recessie. Dit lijkt mij het goede moment om eens een stand van zaken op te maken. Als jij als chief economist nu kijkt naar de economische toestand vandaag en de volgende kwartalen, hoe zijn jouw verwachtingen dan? Het is complex, hè? Dus ik denk dat je vandaag in Amerika nog wel cijfers ziet die vrij robuust zijn, veerkrachtig, met een groei om en bij het potentiële niveau. Maar onder de waterlijn zie je daar toch een aantal vertrouwensindicatoren vertragen en iets minder momentum aangeven. Dat is Amerika. Europa is eigenlijk over de hele lijn vrij zwak. Zowel de harde economische data, consumptie, investeringen, als de vertrouwensindicatoren. En China blijft natuurlijk een moeilijk verhaal met de vastgoedcrisis, al zijn daar recent enige tekenen van aarzeling. Dus ja, wat voor de volgende kwartalen? Daar is het vooral die vertrouwensindicatoren die toch niet in opperbeste stemming zijn. Hè. Dus eerder al was er de vertraging in de verwerkende nijverheid. Europa zit echt wel in een industriële recessie, kan je zeggen. Zeker Duitsland. Maar je ziet toch ook dat de dienstensector vertraagt. En al bij al geeft dat toch een heel mager groeiplaatsje voor de volgende kwartalen. Laat ons dan eens naar de inflatie kijken. Bij ons vorige maand 2,4%. Een jaar geleden was dat nog 12%. Betekent dat het inflatiespook definitief bedwongen is in de VS en in Europa? Nee, niet helemaal. Het is complexer, gelaagder. Wat u aanhaalt, dat zijn de totale inflatiecijfers voor België. Inderdaad, spectaculair gedaald. Vooral onder invloed van de energieprijzen. Maar als je het onderliggend gaat bekijken en eigenlijk de kerninflatie in ogenschouw neemt, dus eigenlijk de totale inflatie, maar gezuiverd voor energieprijzen en voedingsprijzen, dan zie je dat er niettemin al een hele weg is afgelegd. Ik heb daar een grafiek van meegebracht. Er is een hele weg afgelegd naar beneden. In Europa van zo'n 7% naar 4%. Dat blijft weliswaar boven de doelstelling van 2% van de centrale bank. In Amerika van zo'n 6% naar onder de 3%. Dus dat is meer dan een halvering. Dus ook daar is er een hele weg afgelegd. En we denken nog dat dat zal doorgaan. Maar ja, centrale banken blijven voorlopig wel benadrukken dat die 2% doelstelling echt wel heilig is, om het zo te zeggen. Ja, wat betekent dit nu voor het beleid van de centrale banken? Ja, dus we hebben vorige week, einde september, hebben we dan die FED-rentevergadering nog gehad. En die was, daar konden we toch een vrij strenge taal zien van de FED. Ze verhoogden de rente dan weliswaar niet, maar ze bleven toch echt wel wijzen op het feit dat die inflatie nog niet helemaal onder controle is. Maar toch denken we dat het hiermee afgelopen is. Dus in Amerika zit de rente nu tussen de vork van 5,25 en 5,5%. In Europa op 4%. Blijft onzeker, want het zal afhangen van hoe de inflatie de volgende maanden evolueert. Toch denken we dat hiermee afgelopen is. En dat uiteindelijk ook in het vooruitzicht van afnemende inflatie, verder afnemende inflatie en een zwakkere groeidynamiek, dat ook de FED rond midden volgend jaar de rente voor een eerste keer zal verlagen. Ook dat is zeer onzeker en in enige zin ook wel speculatief. Maar dat is het basisscenario en de ECB zal allicht dat doen, zal dat voorbeeld volgen in de tweede jaarhelft van 2024. Ja, je zou kunnen zeggen dat men op dit moment de renteknop pauzeert. Maar anderzijds zien we de lange termijnrente toch opvallend stijgen. Zit daar geen tweespalt in? Ja, financiële markten, dat gaat zoals u weet altijd over verwachtingen. Wat prijzen ze in? Wat verwachten ze? We hadden, zoals ik net al zei, die strenge bewoordingen van de FED nog altijd, van Jerome Powell. Dus ja, daar zou je uit kunnen concluderen dat financiële marktparticipanten verwachten dat die rente iets minder snel daalt volgend jaar, maar ook in 2025. Dan heb je nog het gegeven dat financiële markten zouden kunnen denken dat gezien de robuustheid van de Amerikaanse economische cijfers tot nu toe, dat eigenlijk die economie ook op langere termijn, dus verder dan 2025, zou kunnen leven met een hogere rente. En dan heb je een derde factor en dat is dat zelfs al zou de FED de rente vanaf midden volgend jaar beginnen verlagen, dat ook financiële markten nu tot een groeiend besef komen dat ze ook nog altijd in die omstandigheden hun balans blijven afbouwen. En op die balans, zoals u weet, staan veel lange termijn obligaties en dus dat zou mee een verklaring kunnen zijn. Als we dan eens dit alles in ogenschouw nemen, Hans, en kijken naar de strategische positionering van jullie beleggingsportefeuilles, zijn er dan wijzigingen? Nee, er zijn geen wijzigingen, maar we blijven vandaag wel het accent leggen op obligaties. Hè. Dus in het verlengde van wat ik net zei, met dalende
inflatieverwachtingen, hopelijk, allicht, en ook een kabbelende economische groei. En gegeven de huidige hoge renteniveaus denken we dat dat toch een aantrekkelijk moment is om obligaties te hebben en misschien die positie nog een beetje te verhogen. En anderzijds blijven we weliswaar geïnvesteerd in aandelenmarkten, maar voorzichtig. Dus we denken zeker niet dat er sprake is van een algemene overdrijving op die aandelenmarkten. Maar de financiële achtergrond is toch vrij moeilijk of restrictief uitdagend. Dus dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de sterkte van de Amerikaanse dollar internationaal. En dus we houden eraan vast, maar op dit moment zijn we zeker niet geneigd om onze positie daar nu te verhogen. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Tot volgende maand. Graag gedaan.